snelle jongens. Damn fresh, you did it again. How did you do it? DSL rolling. Samen is creëren, dat is waar ik voor sta. Krimi jeugd is leren, dat is waar ik voor ga. Ik maak zelf nog veel fouten, soms wil ik te graag. Er is weinig tijd voor pauze in de snelle laan. In de G-Wagon, pak hem rustig op de rechte baan. Solo in mijn feelings, van YOLO gehard. Ik ben van de A, ben Damsko certified. Rood en blauwe vlag staat voor eenheid voor mij. Het wordt een paratijd in deze maatschappij. Gangway, samen veilig en samen vooruit. Gangway, samen grinden en samen naar huis. Gangway, met een doel en we gaan het bereiken. Mannen zijn niet ready voor mij, ik begrijp het. Maar ik ben niet bezig met hitjes voor cijfers. Dit is voor iedereen in DSL. De struggle maakte ons, je kan het weer. Niet stressen, je hebt dit. Niet stressen, je hebt dit. Niet stressen, je hebt dit. Je weet toch, Olga? Die oude weefwees van Trabanga. Deze guy die heeft lange tijd verkeering gehad. En als ik me niet vergis, heeft hij ook een kind bij haar gewerkt. Dat is een probleem. Ja, tuurlijk. Heren. Hallo. What's up? Hoe is het? Lekker, met jullie? Ongeveer. Oh, je ziet er mooi uit vandaag. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Tell me about it. Wat is zo dringend? Nou. Weet je, ik heb gehoord EG, die weet dat je op Curaçao bent. Oké. Okay. Mijn EG. Ja, precies. En die guy, is heel gek, hè? Jij heeft mensen dus ingehuurd om jou te spioneren. Om overal te bekijken waar je gaat. Je meent het. Echt waar. EG, jongen. EG. Die jongen leert het nooit meer af. EG heeft geen poot om op te staan. Ja, maar je beseft wel, die guy die wil je liquideren. Hij wil mij liquideren. EG wil mij liquideren. Ja. Kan je alsjeblieft een borrel voor me inschenken? Ja. Luister. Mijn mensen, ja, houden deze man 25 uur per dag, 8 dagen in de week. Dus geen 24 en geen 7 dagen. 25 uur per dag, 8 dagen in de week, houden mijn mensen deze man in de gaten. Wij weten alles wat hij doet. Waar hij heen gaat, weet ik helemaal. Zeker weten? Ja. 100%. Succes ermee, hoor. Time will tell. Ik kan niet, man. Bro, ik zweer het je, bro. Die story gaat nooit meer gebeuren, man. Geef me nog één kans, man, bro. Ik fix alles, bro. 24 uur, maakt niet uit wanneer, man, bro. Alsjeblieft, man. En zo, donder om met die smake shit, DJ. Wat is dit nou, man, bro? Story, man, bro. Bro, ken je die film Belly? Natuurlijk. Ken je die film Belly? Ga je weer leren zien, nu van dat, G. Ik begin alles te uittrekken, G. Kom op. Kom op, ja. Wat denk je, G? Kom op, man! Kijk, broer. Ga je het regelen? Hey, JB, rustig. Laat die man. Kom op, man! Broertje, luister dan. Je hebt 24 uur, fix mijn money. En nu kanker uit mijn kanker. Dus kom op, man. Don't erop, man! Neem maar je fucking spullen mee. Wat de fuck is er met jou gebeurd? Goudje. Hij is cool. Dit zijn die soldaten van je. Je ziet het. Zeg tegen die poesjes, laten ze gaan zitten, man. Een beetje respect, hè. Je de manager. Hoe is hij, hoor? Wat wil je? Je weet wat ik wil. De helft, nigga.
Moet niet vergeten waar je vandaan komt, Hendrik. Ik wil mijn shit waar ik recht op heb, bro. Denk. Denk dat ik alles ben vergeten. Tjie. Luister, gaat hem niet worden, man. Ja, dan ga ik Ghost bellen. Je weet hoe die dingen gaan, man. Ga je Ghost nu erbij betrekken? Ik heb iemand anders voor je. Anders wat? Broer, ik wil AFU, broer. Ik wil in die koude EBS. What the fuck denk je? Ik wil niet dat ik hier cheat ben met mijn konings de hele tijd. Ik wil ook wit gaan. Wat denk jij? Van die fucking straat hier af. Ik ga je Safier geven. Maar je moet je kankerbek houden over Ghost. En wat is er met Lindsay? Lindsay is Chintori. Maar Safier is niet genoeg, broer. Op zijn minst 25%. Daarmee kan ik leven. En die bitch nigga Safier. Pussy. Was een bitch toch al lang. Dus wat gaan we doen? 25%? Ik zie je op je begrafenis, hè. De jou, hè. Oké. Okay. Niet spannend. Vijfentwintig procent, Nikke. Je had me echt moeten zeggen, Lisa. Ja, maar luister dan, Lindsay. Heb je gezien hoe je reageerde? Ik was in mijn feelings. Ja. Weet je hoe fucking boos ik was? Ik begrijp dat, maar die manier hoe je deed kan niet, Lindsay. We zijn 11 jaar verder, man. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Maar je weet hoe ik ben wanneer ik in mijn feelings zit. Oké, je kon me ook gewoon normaal aanspreken. Het hoefde niet zo ver te gaan. Je hebt gelijk. Ik weet dat je gelijk hebt. Maar ik was echt fucking boos, man. Mijn fucking personeel steelt van mij. Ja. In plaats dat je mij zegt. Want jij koopt gewoon spullen van haar. Hallo. Ja, Lins, je weet, ik ging voor de kanker, man. Oh my god, Lisa. Jij blijft echt straat, hè? Ja, dat weet je toch. Maar schat, ik heb een business hier. Je hebt gelijk. Sorry, man. Ik moest je eigenlijk zeggen dat ze stilde. Sorry. Ik wil je niet kwijt als vriendin, hè? Ja, weet je niet. Sorry dat ik je heb geklapt. Bitch. Ja, man. Bro, wat hoor ik? Die is ontslagen? Ja, man. Wakker dan? Wat is er wakker met dat? Ja, ik weet niet, maar hij maakt er een teringzooi van, man. Oké. Raar, man. We moesten hem even eruit gooien, man. Dingen kwamen niet aan, spullen die... een rotzooi in het loket, alles. Ik heb wel een goed beeld van hem, man. Ja, man. Die eerste keer. We moesten hem eruit halen, man. Oké. Ja, luister. Ai. Ik had iets binnengekregen van Goudje. De reden dat je dit niet hebt gekregen op de mail is omdat het eigenlijk een privéparty is. Oké, 100. Dus als je deze spullen wil klaarzetten rond die tijd, op deze dag. Ja toch? Cool. Ja. Ik ga ervoor zorgen dat alles klaar zit. Thanks, man. Ja? Ja toch. Hey, maar even iets anders. Ja. Gewoon even tussen ons, weet toch. Goudje en zo hoeven het niet te weten. Maar heb je niet iets on the side? Weet toch dat ik een side als dat je ergens kan regelen of zo? Want die verhuur is lekker, maar iets extra's in die zakken zou wel mooi zijn, man. Hoe bedoel je on the side? Bro, je bent een big boss toch? Je hebt sowieso die connecties en dat soort dingen. Gewoon dat ik die zak een beetje kan vullen. Je wilt doppel gaan, Seri? Oh, niet per se doppel of zo, maar je weet toch? Je bent een biggie bossie toch? Dus ja, ik heb sowieso connecties. On the streets ook. Luister, als je boyzaken wilt doen, ga naar buiten en blijf buiten. Stel je voor, jij wordt opgepakt. Hoe staat EPS in het licht? Jongen van EPS is opgepakt. Hoe zet je jezelf in het licht? Oké, ja, daar hoor ik je wel, daar hoor ik je wel. Ik kan je wel een bijbaantje aanbieden, maar ik ga je niet als masseur aanzetten. Sorry toch? Hey, nee, is cool. Ik ga ervoor zorgen dat alles klaar staat en klaar ligt. En we gaan het regelen. Man. Yes, man. Yes. 100. Love. Oh. Ja toch, rustig. Hi.
Jij bent de nieuwe receptioniste, toch? Hi. Aangenaam, Xavier. Aangenaam. Ja. Van de verhuur. Oké. Okay. En hoe bevalt het? Het is wel leuk om te doen, jawel. Het is wel wennen, het is wat nieuws voor mij, zeg maar. Ja, en het pand is groot, dus het is echt wennen. Ik ben nog zoekende, vorige week begonnen. Ik heb het naar mijn zin. Oké, gelukkig. Komt goed. Ja. Ik wil in ieder geval heel veel succes wensen. Dankjewel, dankjewel. En nogmaals welkom. Yes, yes? Ga je zien. Succes. Werken. Ja, toch, yes. Thank you. Doei, doei. Veel man. Wagwan, ik heb niks voor je gehoord. Ja man, pa, luister, kom goed man. Die oude en die medicijnen, man, die kentekens ontbreken, man. Breken, maar ik heb geen tijd om te wachten op die dingen. Meer money, meer snelheid. Bro, was money ooit de issue? Als je vanavond die money brengt, is morgen alles set, bro. Dan is alles netjes. Hoe zult mijn shit morgen klaar is, ja? Is goed, flex. Je hebt wel leuke collega's, toch? Jawel. Ik ben net een paar dagen begonnen, dus. Goed weer? Ja, is goed. Handen? Ja, toch. Ik ga die dingen regelen. Ja, thanks, man. Schat? Yes. Heel veel succes, hè? Thuis, dankjewel, hè. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Ja, ik ben net begonnen, dus ik moet iedereen nog zien, zeg maar. Hey, wow. Wat doe jij hier? What the fuck doe jij hier? Nou, dat is een grap. Ik kom niet voor jou, ik kom voor Goudje. Hij is hier niet, dus je hoeft hier niet te zijn. Wat is Ridico? Ik ben nu een keer gangster geworden of zo. Hoe bedoel je, ik ben gangster, pa? Luister naar grap. Zeg tegen Goudje dat ik hier ben geweest. En voor jou, Ericotje, vergeet niet dat niet alleen op Aruba mensen verdwijnen. Ik zeg Goudje precies niks. Fucking blijf hier! Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Nee, niks man, niks. Luister, ik ga even Goudje bellen, zeg die andere niks. Ik probeerde het al, maar hij neemt niet op. Nee, weet ik, maar... Laat me hem even bellen, ja? Alsjeblieft, bel hem. Ik wil geen gezeik. Ik ben vorige week pas begonnen. Geen grappen. Alsjeblieft. Ik ben klaar met wat. Ik ben even bezig met zaken bezig. Met wat voor zaken ben je bezig dan? Maar wat hoor ik daar op de achtergrond? Wat hoor je op de achtergrond? Dat is niks. Hoe bedoel je wat hoor ik op de achtergrond en er is niks? Schat, dat is helemaal niks. Ik ben bezig met zaken. Met wat voor zaken ben je bezig? Voor wat ben je aan het hijgen dan? Schatje, of wie is daar aan het hijgen? Daar is niemand. Schatje. Moet ik even normaal doen? FaceTime dan, is er niks aan de hand? FaceTime. Schat, ik vind dat mensen op beeld die niet op beeld kunnen komen. Ja, dan ga je zelf op beeld. Schat, ik kom. Je gaat zelf op beeld. FaceTime mij nu dan. Als er niks aan de hand is, FaceTime mij dan. FaceTime mij dan. Ik kan niet FaceTime. Hoe bedoel je? Je kan niet FaceTime. Nee, ik spreek jou zelf FaceTime. Ciao. Kankerleier. Hey, sweetie. Hey. Wat doe je? Ben jij Oli? Ik zoek Oli voor mijn haar. Is op, man. Hoe bedoel je is op? Op, ik moet nu bestellen. Je bent toch een kapper? Ja, ik moet nu bestellen, mama. Zie hoe gierig je doet, ik geloof er niks van. Sorry, baby. Is goed met je. Stuur dit naar die
Hey, morgen weer trainen, man. Ik voel me echt fit. 4 uur ga ik aan de slag. Ah, ja, maar ik moet ook weer naar de gym gaan, maar ik ben echt lekking op die shit. Maar hey, by the way, heb je die bitch van me niet gezien? Wie? Sja. Ik heb hem niet gehoord, hij is nog niet gekomen. Hoe niet? Hij zal wel. Je praat te veel, begin op te ruimen. Opruimen! Kom ik zo van mijn fucking werk. Hey, fuck jullie, man. Als het er nog om is, alles aan! Oké. Het is toch met jou? Ze is niet met mij, G. Als ik haar pak, is ze de lul, brada. Ze heeft een koude water op mijn eerder kapot geslagen. Dus als je die bitch ziet, haal de bro. Ik hou mijn ogen open. Wie is daar? Danny Show. Ik spul hem maar boven. Vraag je. Waarom ben jij de laatste tijd zo laat? Hoezo lul je altijd zomaar? Hoezo stuur je maar pam pam osso ook zo? Hé, hey, sorry, met alle respect toch? Heel de dag rol ik mijn tong op mijn werk. Wil ik werken? Zie ik eruit alsof ik wil werken? Nee toch? Nee toch? Vraag die maar papa motjes gelijk hoe van mijn werk ben gekomen. Vraag ze! 1 en al troep. Hé, hey, verschrik, ik heb ze doodgeschreven. Hé, hey, motjo! Luister, met alle respect, als je in mijn mapampa osso komt, toch? Maak je kennis. Heb je gehoord? Ik weet even waar die koude geur komt. Moet ik het goed wassen pas van neuken in die douche. Oh, jij weet nu te praten? Zeg het ze maar gelijk. Dat bedoel ik. Shit. Dames, zouden jullie alsjeblieft even weg kunnen gaan? Alsjeblieft. Dankjewel. Luister, schat. Iets op werk klopt niet. Iets is echt raar. Hoe bedoel je? Let er niet op. Mijn ogen gooien, moet ik even een laatste keer. No. Luister. Kluis ding is te vroeg. Luister. En Rico is een flexi guy, maar die go-to is scherp. Hem vertrouw ik niet. Oké, luister. Piet, luister. Ik ga eventjes mijn armen bellen. Hij mag 2 rijen voor ontvangst, 1 voor locatie. Mm-hmm. Ik ga dan even snel naar Richard. Hij heeft nog wat voor ons, ja? Goeie. Maar luister. We hebben 15 gras dooi filo nodig. Die onkoes bellen me heel de dag. Ik ben moe. Ik ben het zat. Regel het. Is goed, best. Komt goed. Ja, toch. Yes? Is goed, schat. Love you. Oh, weet je zeker die dingen daar? Je praat een beetje Spaans, hè, toch? Broer, ik heb hier zo gewerkt, broer. De meneer bij ons slagen. Nu kan pompang en iedereen daar. Hoor je me? Ah, is goed. Wat er vroeger is gebeld. Laat zien. Nog vet. Nog. Wat is dit? Ga je nachts verder? Nee. Ik heb nog. Ik heb nog. Luister, hoor. Ben je pedicure of brakken bij? Wat ben je? Broer, gaan we deze foto nu maken of gaan we deze ding klagen? Zeg mij nu, broer. Zeg snel wat ik door moet hebben. Broer, er staat een schuifdeur. We gaan bij die schuifdeur zo naar binnen, broer. We doen hem omhoog en we zijn weer gelijk bij die verhuur. Snap je? Geen camera's, niks daar. Ah, oké. Okay. Snel. Hey, snel, man. Waar sta je? Kom, snel, man. Stop, kom. Kom, kom. Tempo! Ai, mon dieu! Ai, go, go, dicht, dicht, dicht! Stop, zit op! Kijk, check! Oh, zoek op, hoor! Stop, stop, verlaten! Zit hier, hier! Doe die kapitoon! Nee, er is niks hier, zo'n kapitoon op! Doe, er is niks hier, hier! Yes, yes! Wat is dat? Jay! Jay! Oh,
kanker shit is dit, man? Jezus, man. Ze hebben die fucking prezi gewoon geraced, man. Ik ga goudje bellen snel, man. Shit, man. Hey, go to. Ja, je moet echt naar kantoor komen, man. Ze hebben ingebroken hier, man. Ze hebben die fucking prezi gewoon geraced, man. Ik zeg je, man. Dat ding ziet er niet uit. Zo. Ja, man. Ik zeg, ik weet nog niet wat ze allemaal hebben meegenomen, man. Maar het ziet er niet goed uit, man. Ja, man, pa. Bro, what the fuck, man? Ik zeg, ik weet niet, man. Ik weet alleen, ze zijn via verhuur binnengekomen, man. Ah, man. En wat hebben ze mee? Ik zeg, ik ben aan het checken, maar ik ben... Het is warrig, man. Ik weet niet wat ze hebben meegenomen, man. Bro, geen politie in ieder geval, maar geen politie. Maar hoe wil je het oplossen dan met verzekering en zo als er wat weg is? De politie was hier al gekomen voor Kevin, man. Oh. Die gezin kan ik niet hebben hier, man. Camerabeelden. Laten we snel kijken, man. Laten we snel kijken, man. Hoe kan dit, man, jongen, lips? Bah, ik zeg, Kring, daar was open, man. Ik weet niet wie daar heeft opengelaten. Zie je, dit bedoel ik. Er is ook geen stroom nu. Maar laten we kijken wat er is. Als ik... Wakwan. Eens kijken ze zuur wanneer ik pas apart. Nu hoor ik verhalen dat ze nog me zijn. Maar ik ben altijd om mezelf. Maar dan ga lager dan mij. Sommigen schreeuwen om hulp. Sommigen die doe ik pijn. De meesten die laten het zitten. En sommigen blijven me zoeken. Ik mag geen leven te zijn. Je hoort niet meer op mijn lijst. Ik mag geen leven te zijn. Je hoort niet meer op mijn lijst. Kom maar binnen hoor, het is koud. Ja, het is koud. Had je een afspraak, dame? Ja, ik had een afspraak met Lindsay van de beauty shop. Oké, maar hoe laat had je dan een afspraak? 2 uur. 2 uur? Dan heeft ze het echt over het hoofd gezien dan. Dus, Maar ze is toch elke dag hier? Ja, ze is elke dag hier. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ja, wat we kunnen doen, ja, misschien kan je opnieuw een afspraak met haar maken. Voor volgende week of zoiets. Ja, oké. Okay. Nee, is goed. Ja, vind je het erg? Het is ook kut weer en zo, begrijp je? Nee, niet erg. Zeker weten? Nee, is goed. Ja? Ja. Ik ga het ook aan het eerst zeggen dan, ja? Nee, is goed. Dankjewel. Oké, dan. Doei. Doei. Mafia, Lees is niet hier, man. En Goudje heeft me door, man. Wat? Oké, nee, is goed. Nee, is goed, is goed. Oké. Ik ben blij met die privéboeking, man. Shit. Ja, als even nodig hebt, man. Ja, man, bro. Het is zware tijden, man, bro. Ja. Love, man. Ja, dat man. Je me hebt, man. En dat van Jay? Love dat je me hebt met Van Jay was een beetje broeien, hè? Ja, was een beetje broeien, man. Maar ja, broeien, shit, man. Ik had een afspraak met deze man, man. Maar hier? Ja, man. Oeh, mensen rijden hier ook, man. Wordt de verkeerde plek, nog? Ja, bro, vakka. Wat is dit voor plek ook? Broer, ga je wat zeggen? Soms ben je op de verkeerde plek. Hé, bro, wat is dit, B? Wat dit? Doe je op slippers, man? Oh ja, man, ik kom uit huis. Luister dan, vriend. Die maakt die veel Rico, hè. Die man moet beginnen op te passen, hè. Want kijk, mijn hoofd is heet. Maar die heet. Vulkaan heet, broer. Neef is geschoten. Ik zoek nog steeds wie die man heb gekanteld. Maar die, wat de fuck kom je dan ook op de zaak doen? Waarom bel je me niet? Hoe moet ik iemand bellen, gap, die eeuwig zijn telefoon heeft uitstaan? Dus dan kom ik je halen, Mattie, tot waar de fuck je bent, gap. Oké, luister, broer. Wat we nu gaan doen, kom even niet meer daar op de zaak. Hoe zit het met je neefje? Wat moet er gebeuren? Ben je al ergens achtergekomen? Ik ben onderweg, maar ik ben nog zoekende. Maar dat wordt geregeld. Je kent me langer als vandaag, toch? Broer, ik zou die ding scotten als ik jou was. Maar je bent met goede dingen bezig, man. Nee, broer. Dit is familie. Zo zal ik ook voor jou doen wanneer ze jou kantelen. Begrijp je? Kom, kom, kom.
swear, this one's crazy. Ik heb alles hier in een friet, oh ja. Kankerflikker! We zoeken die cheese, oh ja. Ziekie, hè? Die mannen van je. Wat is het? Komen voor ze. Hoe moet je komen, broer? Je bent grappen maken. Zeg jou, man. En je hebt geluk dat het daglicht is, man. Want die kogels hadden vliegen hier in deze wasseret voor je, man. Ja. Oké, ja, dan. Ja. Ga je zeggen, man. Praat met je niggas. Ik kom niet jullie lawaai maken, broer. Ik kom hier de gladde clown uit dan. Kanker, flikker, praat met je mannen. Maar wat is hier gaande? Ik taf helemaal niks. Wat is hier gaande? Ik word gekidnapt, dat soort dingen. Wat heb ik jullie aangedaan? Je hebt ons niks aangedaan, broertje. Goudje heeft je verkocht. Goudje. Goudje. Zo is die man al lang. Hij is onbetrouwbaar. Maar nog spannend. Ik heb iets voor je. Jij wordt mijn oog daar. Ik heb nu 25% in die business. Je gaat gewoon naar werk. Doe alsof er niks aan de hand is. Zeg niks. I got you. Oké, maar wat moet ik nu doen? Dus ik moet gewoon naar werk gaan alsof er niks aan de hand is? Ja. Ga die man me niks aandoen. Nee, maar Goudje heeft nu andere dingen aan zijn hoofd, geloof me. Hij gaat je niks aan doen. Geloof me, je gaat gewoon naar Junta, I got you. Doe gewoon normaal. Ah, is cool. Dit. Zo. Ik heb je gesaved en onthouden. Dus maak helemaal papa met me. Cool, ik heb je. Hallo, dat ben ik. Hallo, man. Moet je zien? Ja, toch? Ja, je bent. Ja, mooie ding, man. Thanks, man. Red je het een beetje? Jawel. Oké. Okay. Is het tattoo? Nee. Okay. Dennis, maak sowieso van deze foto even op de website, hè? Ja, toch? Kunnen we gelijk plaatsen. Moet erop staan. Ja, is goed, man. Ja, ga even door. Ja, is gerustig. Oké, okay, nee, succes, hè? Ja, dankjewel. Hallo, hallo. Oh. Oh. Schat. Ja. Ik heb gekookt, hè? Nou, ik heb een fuck, ik wil iets eten. Je wilt iets eten. Wat wil je eten? Nasi. Oeh! Goeie nasi. Hallo? Wow. Wat is er? Wat is er, schat? Dus wat je maakt me lekker. En nu ben je ineens zo down. What's sorry, up? Schat, sorry. Ik heb... echt iets aan mijn hoofd, man. Veel aan je hoofd. Zoals wat. Vertel. Goudje. Hear me out, hear me out. Goudje, het bedrijf. Schat, alles wat met Goudje te maken heeft, gaat fucked up. Wanneer besef je dat? Schatje, ik weet dat jij zo denkt. Ik weet het. Jij mag die mannen van het begin af aan niet. Hell to the no. Maar ik zag van de week zag ik iemand... Ik weet niet of jij hem kent, Ghost. Nee. Wacht even. Die soort met zijn gele auto. Oh ja. Ja, yes. Die mannetje. Ja, toch? Ja. Hele meneer is het. Weet je dat ik deze man ook tegenkwam? Hoe bedoel je? Dus ik kwam tegen en deze man heeft gewoon een bad vibe schat. Weet je, ik zeg het je eerlijk, ik heb hem niet eens gegroet, sorry. Weet je, ook dit, hij heeft niks tegen je gezegd, toch? Nee, natuurlijk niet. He knows I don't like his ass. Het is beter ook dat ik met die man ga praten. Je wilt met hem gaan praten? Set some shit straight. But first. Ik hoop het maar, schat. Het goudje. Oh, gewoon goudje. Valens. Ze zien dat we move. We renden voor trams tot laat in de nacht, maar nu kunnen we cruisen. Ze zien dat we shinen. Mami was er met ons in dagen dat wij in de stuur moesten grinden. Ik zweer dat we move. Ik zweer dat we move. Ik zweer dat we move, all my niggas getting paid. Ik zweer dat we move. Ik zweer dat we move. Ik zweer dat we move, all my niggas getting paid. Ze zien dat we move. We komen van weinig, maar blijven nu shinen. Ik weet dat ze loeven.
Jij switch op je fam, ik denk aan de mijne, succes was te proeven. Jij maakt het op bond, op snap praat je grote dingen. Je belooft me dingen, maar uiteindelijk ga je in kont. Hey dame! Hey dame! Waar is Nancy? Waar is Nancy? Doe niet alsof je Nancy niet kent. Waar is Nancy? Je fucking vriendin van die beauty shop. Ik ken geen Nancy. Hey, luister dan. Luister. Zeg Nancy toch dat we dan Mattie hebben en de eerstvolgende keer hakken we ze maar pam pam hoofd eraf. Heb je gehoord? Mooie meid. Jouw vijerman? Wie ligt daar? Ja, ze zeggen het is die meid van beauty shop. Wat een meid? Nani of zo? Nani? Ja. Okay. Maar dat is ze raar. Nee, ze deed al raar. Wat is er aan de hand? You fucked up what? Oké, kom zitten. Kom even zitten. Oké, maar kom even zitten. Ik kom, baby, ik kom. Oh, ja, je komt, maar ik weet niet wat er aan de hand is. En je komt om je broeia binnen. Ik weet helemaal niks. Misschien moet je even zitten en het uitleggen. Ik heb echt wat fucks gedaan. Wat heb je gedaan? Nani man. Mijn collega. Wat is er gebeurd? Ik heb haar aangereden. Oké, maar wat wil je nu doen? Moeten we naar politie? Nee, geen politie. Maar geen politie. Ik heb te veel op het spel voor politie. Dat weet je zelf ook. Ja, maar wat wil je nu doen? Ik weet het niet, man. Heeft iemand het gezien? Nee. Waren er mensen omheen? Nee, niemand heeft het gezien. Daarom ben ik weggereden. Oké, luister. Oké, listen, babe. I got you, sowieso. Cool? Maar ook dankzij deze man. Die man heeft alles voor me geregeld. Oh, wat heb je niet verteld? Hoe bedoel je nee, man? Hoe bedoel je nee? Ik heb je dit al lang gezegd, nigger. Hoe bedoel je nee, broer? Ik heb je gezegd, die mannen zijn slangen. Met wie was die? Ik ben daar.